What's up iedereen, dit is High Five Video. Ben je klaar voor een nieuwe top 5? Here we go! Ken je de uitdrukking, de techniek staat voor niets? Het houdt eigenlijk in dat de ontwikkeling van techniek niet is bij te houden. Wat er nu innovatief is, is morgen alweer achterhaald. En met een knipoog naar het verleden doen we een top 5, let op, voorwerpen uit de 20e eeuw die de hedendaagse jeugd niet meer gebruikt. Nummer 5. VHS, de welbekende videoband. De eerste VHS-videorecorder kwam uit in 1976. De introductie van een videorecorder bracht ook de opkomst van de videotheek met zich mee. Twee videobandjes huren, bakje popcorn erbij, blikje cola was je 20 euro lichter. De videorecorder was een baanbrekende uitvinding. Zo kon je opeens je favoriete televisieprogramma's opnemen en hoefde je dus niet meer thuis te blijven voor dat ene programma. Een VHS was lange tijd dé standaard, tot er in 1995 opeens iemand met de DVD kwam. Nummer 4, het telefoonboek. Ja, dat ding heeft dus bij heel Nederland thuis gelegen, gewoon standaard. In Nederland werd in 1881 voor het eerst de telefoongids uitgegeven. Een dik, groot boek gevuld met telefoonnummers, gerangschikt op woonplaatsen en namen. En een leuk weetje, in 1993 kwam de eerste telefoongids op CD-ROM uit. Vanaf 1996 staat de gids online. En tegenwoordig wordt de gids niet meer gebruikt. Misschien hier en daar nog een babyboomer, maar dan heb je het wel gehad. Het boek was trouwens ook reuze handig om insecten mee dood te slaan. Nummer 3, de Game Boy van Nintendo. En dan bedoelen we de originele versie, de 8-bit versie, uitgebracht in 1989. De Game Boy had een heel klein zwart-wit LCD-schermpje. Zonder achtergrondverlichting, dus als je in een donkere ruimte zat, kon je niks zien. Spellen werden op een ROM-diskette geplaatst. Populaire spellen op de originele Game Boy waren natuurlijk Tetris, Super Mario Land en Pokémon Series. De meeste spelcomputers worden waardeloos wanneer er een opvolger verschijnt. Bij de Game Boy was dat eigenlijk niet het geval, want de cartridges van de allereerste spellen, dus uit 1989, kun je nog altijd spelen op de Game Boy Advance. Uiteindelijk is dit apparaat wel weer vervangen door de Nintendo DS. Nummer 2, de floppy disk. Werd gebruikt als opslagmedium voor PC's. De diskette werd eind jaren 60 door IBM ontwikkeld in een 8-inch versie. Naarmate de tijd verstreek werden de floppies steeds kleiner en konden ze meer data opslaan. De schijf werd gelezen door een zogenaamde floppy drive in de PC. En als je bijvoorbeeld Windows wilde installeren, had je echt een complete stapel aan diskettes nodig. Tegenwoordig werken we liever met een USB-stickje. En dan nummer 1, de telefooncel. In 2015 waren er nog 440 telefooncellen actief in Nederland. Actuelere cijfers konden we trouwens niet vinden. Mocht je interesse hebben in actuelere cijfers, dan kun je altijd zelf gaan tellen. In 1980 waren er 73.000 exemplaren in het land actief. 73.000. We begonnen natuurlijk met de telefooncellen waar je muntjes in kon gooien. En even later werd het mogelijk om een telefoonkaart met tegoed aan te schaffen. En een hele leuk weetje, in het Suske en Wiske album De Ongelofelijke Thomas gaan Suske en Wiske via een digitale telefooncel naar het jaar 2020. Little did they know. En tot zover deze top 5. Wil je meer? Abonneer je op ons kanaal. Hoe meer abonnees, hoe meer afleveringen we kunnen maken. Alvast bedankt. Stay safe. Peace.